Ik sta dus met niemand minder dan Dennis. Dat klopt. Ja, Dennis, leuk dat je meedoet. Nou, dat vind ik nu ook nog. Nu ook nog, inderdaad. Hey, voordat we gaan beginnen met allerlei hele leuke vragen, wat heb jij überhaupt met voetbal? Wat heb ik met voetbal? Nou, sinds ik als vijfjarig jochie als eerst met mijn vader meeging naar de meer om Ajax te zien, toen was alles voor mij voetbal. De gouden envelop. De gouden envelop? Ja, de gouden envelop betekent, er zit daar iets in, oftewel een handicap. En dat moet je uitvoeren tijdens het hooghouden. De handicap, dus wat ik van mezelf heb, dat is niet genoeg. Doe alsof je de Oranje Leeuwinnen aan het interviewen bent. Nou, we gingen door je heen. En waarom deed je dat? 12 minuten. 9. Nou, heb ik in ieder geval beter dan Marloes gedaan. Maar hij is niet echt heel hoog, nee. Is niet echt heel hoog, hè? Nee. Maar ben je het met me eens dat als jullie eerst hadden gescoord, dat het een hele andere wedstrijd was geworden? Ah! Toch? Ik moet zeggen, je vragen zijn van hoog niveau. Nou, hè? Daar heb ik ook heel lang op gestudeerd. Waarom denk je eigenlijk dat je niet in de basis stond? En was je het mij eens, de beslissing van de coach? En toen je erin kwam, wat ging er toen door je heen? Je hebt de bal ook uit meespelen kunnen geven. 30. Wauw. Dat is echt netjes, hoor. Valt me niet tegen. Sta je op plekje 3. Plekje 3? Ja, hey. En Melvin eraan. Op het podium. Podiumplaatsen, jongens. Hoppakee. Hoppakee. Ik vind het mooi.